Tijdens de E3 zagen we voor het eerst Dying Light voorbij komen. Een open wereld zombie game die Warner Brothers in 2014 op de markt hoopt te brengen. En die zag er eigenlijk heel goed uit. Het is een game waarbij we op de E3 in ieder geval vooral het daggedeelte zagen. Dus we zagen dat je overdag door die enorme open speelwereld vooral kan rennen en klimmen om aan die enorme aantallen zombies te ontkomen. En dat voelde eigenlijk wel goed. Het is wel een verfrissend idee dat je niet zozeer van wapens afhankelijk bent zoals in bijvoorbeeld Dead Rising. Maar dat je meer een soort parkour gameplay krijgt waarbij je vooral kan rennen en klimmen. Maar goed, dat was overdag. We hebben nu wat meer gezien van het nachtgedeelte. En dat is toch wel wat anders. Want 's nachts dan worden die zombies veel, of biters heten ze hier, worden veel agressiever. En wat misschien nog wel belangrijker is, ze krijgen een klein beetje van dezelfde skills die jij hebt. Dus ze kunnen ook harder rennen, of ze kunnen rennen überhaupt. En ze kunnen ook klimmen. Dus eigenlijk de wapens waar jij het van moet hebben overdag, die hebben die zombies ook 's nachts. En dat maakt het veel, veel moeilijker om aan ze te ontkomen. Daarbij is er een soort aggression system. Dus alles wat je doet wat maar geluid veroorzaakt, rennen bijvoorbeeld, maar ook op zombies inhakken of schieten, dat zal ze agressief maken, waardoor ze alleen nog maar meer geneigd zijn om achter je aan te zitten. Gelukkig kun je overdag wat voorbereidingen treffen om de nachten wat draaglijker te maken. Je kunt bijvoorbeeld valstrikken zetten. Daar hebben we een aantal voorbeelden van gezien. Zo kun je bijvoorbeeld wat soort plaat met enorme spijkers erin kun je scherp stellen. Zodat als je daar 's nachts met een soort sliding onderdoor gaat, dat ding naar beneden valt en alle zombies die achter je aan zitten, of in ieder geval het grootste gedeelte daarvan, plet. Wat we ook zagen is een soort elektrische val. Je kunt overdag de schakelaar omhalen. En 's nachts, als je maar snel genoeg zelf doorheen raakt, rent, is er niks aan de hand. Maar de zombies die achter je aankomen, die worden geëlektrocuteerd. En dan ben je in ieder geval voorlopig weer heel even veilig. Je kunt dus overdag, daar komt het op neer, een soort parcours instellen waarbij je een aantal veilige plekken creëert waarbij je 's nachts in ieder geval weer een beetje adem kunt halen. Want ja, 's nachts is het gewoon gevaarlijk, die zombies zijn snel. Maar als je maar zorgt dat je van die valstrikken zet, dan heb je in ieder geval af en toe weer wat lucht. Wat we verder zagen is dat je een soort upgrade pad hebt. We hebben er heel weinig van gezien. Eigenlijk wilden de ontwikkelaars er niet al te veel over vertellen, maar je kunt je skills upgraden. Zo kun je bijvoorbeeld een soort worstelhouding aannemen waarbij je zombies in een soort houtgreep over je schouder kunt flikkeren. Maar eigenlijk is dat misschien niet eens het belangrijkste. Vooral wat je up kan graden zijn je wapens en dan moet je opnieuw niet denken aan Dead Rising, dat is wel heel erg over de top. Het is hier veel kleinschaliger. Wat we bijvoorbeeld zagen is dat je rotjes kunt maken, vuurwerk kunt maken. Dat lijkt heel, heel simpel en dat is het eigenlijk ook. Het doet verder niet zoveel bijzonders. Het is gewoon een soort gillende keukenmeid die je op de grond kan gooien. Maar uiteraard, het ding geeft licht, het ding maakt herrie. En dat zorgt ervoor dat je in ieder geval weer heel even, net als die valstrikken, adem kunt halen. Het werkt als een soort, ja, je kunt een soort recepten vinden en in je eigen basis, want die heb je, kun je die wapens kun je maken en meenemen als je 's nachts of overdag op pad gaat. Wat die basis betreft, daar heb je er dus een van aan het begin van de game. En als dat goed is, krijg je er daar gedurende de game meer van. Het is, wat ik zei, een flinke open spelwereld. En er zijn een aantal zones in. Maar precies dat is het punt waar de makers nu eigenlijk nog niks over wilden vertellen. Net als hoe dat zit met het ontwikkelen van nieuwe wapens. Het kan, maar ze willen er eigenlijk op dit moment nog niks over loslaten. En dat is jammer, want eigenlijk heb ik daardoor niet zo'n heel erg goed beeld van de game kunnen krijgen. Dat rennen en dat klimmen, dat is tof. En dat is ook precies wat de game onderscheidt van andere zombie games, waarbij je veel meer afhankelijk bent van gewoon botweg rammen. En dat is hier echt absoluut niet het geval.
Dus dat rennen, dat is een tof onderdeel. Maar hoe dat nou zit met precies de ontwikkeling die je doormaakt, krijg je moeilijkere tegenstanders. Het schijnt van wel. Krijg je meer opties? Het schijnt van wel. Maar helaas kan ik daar op dit moment nog niet al te veel over vertellen. Wat ik wel kan vertellen, dat de game op allerlei platformen uitkomt. Windows, 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4. Maar pas in 2014.